Het gevoel van 1997. Met heel, heel veel muziek. Straks na de reclame. Het was gewoon mode. Het hoorde gewoon bij toen je jong was. Blauw en geen capsules, spijkerbroeken, nou ja, dat soort dingen. En het is nog steeds blauw en geen capsules. En ja, die spijkerbroek is ook nog niet weg, toch? Some people can sense more than others. Nou, kijk, als ik een stuk over. Ik heb een stuk geschreven over Marilyn Monroe. Hè, dan herinner ik mij dat ik daar voor haar een keer. Hè, de kunstgeschiedenislessen van professor Van Tienen. Verwaarloosd, omdat ik naar de film wilde. Het was de eerste voorstel en ik wilde dat zien. Welke film was dat dan? We zouden die Niagara Falls. Hè, of Niagara heet die gewoon, geloof ik. En dan loopt ze in een prachtige zeegroene jurk. En wij zouden die middag behandelen bij professor Van Tienen. Het plooienspel en de laatmiddeleeuwse houtplastiek en zo. Hè. Nou ja, daar weet ik dus niets van. Maar al die plooien om dat achterwerk, het schitterende achterwerk van Marilyn Monroe, die weet ik tot op de dag van vandaag dus. Dat is toch ook wel belangrijk, dacht ik. Hè? Second, where the hell is leader? He's been sitting on your tail for the last 2 minutes. They know how to fly. Jeez, how'd he do that? I don't know, he just did. Leader, this is control. Time to come in. Here we go, guys. Last one in buys the drinks. They are top of their class. Leader, didn't I tell you no more fancy flying? This is not fancy. It's classy. Get your heart out, control. I heard that. They know what they want. You better stay away from her. You promised to spend more time with the kids. Hey, I'm a pilot. I fly. That's what I do. They are the best of the best. And you can fly with them. Damn, they are good. KLM wishes you a sensational 1998. Weet u dat we dit jaar in Nederland voor 75 miljoen gulden aan vuurwerk afsteken? Afghanistan ligt bomvol met ander vuurwerk. Bel nu en maak Afghanistan, Angola, Mozambique, Laos en Cambodja mijnenvrij. Voor een veilige toekomst. Mijn moeder heeft me altijd geleerd dat kunst belangrijker is dan geld. Kunst, antiek, alles wat oud is, dat heeft een eeuwigheidswaarde. En het is natuurlijk wat de gek ervoor geeft. Ja. Mijn geld verdienen met kunst. Dat vind ik mooi. Wacht ik nu even, ja? Ten eerste, het zijn oude bekenden van me. Zilver, Ole. Ik heb 6 jaar lang grafiek gedaan. Ik heb 19e eeuw gedaan. Kunst, traditie en vermogen. De dramaserie Oud Geld. Binnenkort bij de AVRO op 1.
Op uitbundige wijze blikt Marjolein Keuning terug op de muzikale hoogtepunten van het afgelopen jaar in Het Gevoel van 1997.